Een werkgever mag een werknemer niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand. Dit wordt ook wel benadelingsverbod genoemd. Betekent dit benadelingsverbod nu dat er in het geheel geen arbeidsrechtelijke maatregelen kunnen worden genomen? Het antwoord op die vraag geeft de kantonrechter Amsterdam in de uitspraak van 31 mei 2023. In deze zaak gaat het om werknemer die als docent werkt aan de Universiteit van Amsterdam, de UvA. In maart 2022 kreeg werknemer een officiële waarschuwing. Er is hem te verstaan gegeven dat hij zich niet meer onnodig beledigend mag uitlaten en dat hij de grenzen van collega's moet respecteren. Daarna is een aantal gesprekken gevolgd waarbij de UvA duidelijk heeft gemaakt dat er een debat moet kunnen plaatsvinden, maar de manier waarop werknemer dat debat voert, de grenzen van de gedragscode van de UvA te buiten gaat. Werknemer liet hierop weten in zijn eentje te vechten voor de academische vrijheid en zijn gedrag te vertonen uit een gevoel van urgentie. Daarna heeft werknemer zich als klokkenluider gemeld. De melding komt erop neer dat sprake is van overtreding van de academische vrijheid door kort gezegd de radicale woke-cultuur. Naar aanleiding van de melding is besloten een extern onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen. Vervolgens hebben 10 collega's van werknemer de decaan geïnformeerd dat er in hun visie een onveilige en onwerkbare situatie is ontstaan met werknemer. Kennelijk hebben partijen op enig moment besloten een mediation te starten. Vooruitlopend op de voortzetting van deze mediation heeft de UvA werknemer bericht dat het essentieel is dat de rust in de organisatie terugkeert. Om die reden kreeg werknemer een aantal instructies, zoals dat hij niet meer op zijn werk zou verschijnen. Daar hield werknemer zich echter niet aan, waardoor hij op non-actief werd gesteld. Ook heeft de UvA een verzoekschrift ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarna door werknemer een kort geding is gestart. In kort geding vordert werknemer onder meer de UvA te veroordelen hem de bescherming te bieden, die in de interne klokkenluidersregeling is voorgeschreven, en de benadelingshandeling te staken en ongedaan te maken. Volgens de kantonrechter valt het op non-actief stellen en het verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder meer onder het benadelingsverbod, als werknemer zich daarop zou kunnen beroepen. Daarover verschillen partijen van mening. De bescherming wordt echter alleen geboden tegen maatregelen die een gevolg zijn van de klokkenluidersmelding. Er moet met andere woorden een causaal verband bestaan tussen de maatregelen en de melding. Ook daarover verschillen partijen van mening. De kantonrechter overweegt vervolgens dat de afgelopen 2 jaar voor werknemer ongetwijfeld zwaar zijn geweest en dat het in een gespannen situatie niet altijd makkelijk is de juiste toon aan te slaan. De manier waarop werknemer tekeer is gegaan tegen collega's en bestuurders gaat volgens de kantonrechter echter alle perken te buiten. Hij heeft op de man gespeeld en zich zeer beledigend uitgelaten. Dat is allemaal in strijd met basale gedragsregels. Die heeft werknemer dan ook ruimschoots overschreden, ook wanneer rekening wordt gehouden met een gespannen situatie. Voorts Hans is er volgens de kantonrechter bovendien geen reden om aan te nemen dat het onderzoek naar de melding niet serieus wordt uitgevoerd of dat het gesprek over extremistische woke binnen de UvA niet daadwerkelijk in gang zou worden gezet. Nou, gelet op dit alles worden de vorderingen van werknemer dan ook afgewezen. De bewijslast voor het bestaan van het causale verband tussen de benadeling en de klokkenluidersmelding is met de inwerkingtreding van de Wet Bescherming Klokkenluiders verschoven van de werknemer naar de werkgever. Het antwoord op de vraag of de werknemer in deze uitspraak onder de oude of de nieuwe regelgeving valt, laat de kantonrechter in het midden. Ook als van het bewijsvermoeden ten gunste van de werknemer wordt uitgegaan en hij dus onder de nieuwe wetgeving zou vallen, heeft de UvA namelijk voldoende aangevoerd om het vermoeden voorshands te ontkrachten. Het doen van een klokkenluidersmelding is ook onder de nieuwe wet dus nog steeds geen vrijbrief voor wangedrag. In dat geval kunnen wel degelijk arbeidsrechtelijke maatregelen worden getroffen.